Jesse, ja, 5-4 winst en weerom moeten er verlengingen aan te pas komen. Hè? Spannend, ja. Het is niet leuk om langs de lijn te staan. En zeker die laatste minuten, er was heel veel lawaai langs de zijkant. De kinderen luisterden eigenlijk niet. Of ze hoorden me misschien gewoon niet. En wat lag dat dan? Want hadden jullie niet licht de overhand? Ik denk dat we gewoon scorend niet tot uiting kwamen. Er is heel veel gegooid, heel veel kansen genomen, maar er ging niet veel binnen. Hoe kijk je nu terug op het afgelopen seizoen? Want vandaag is het weerom een AKC Luma weekend. Hè? Ja, als ze mij in augustus hadden gezegd dat ik hier voor alle prijzen ging meedoen met deze ploeg, dan had ik eens goed gelachen. Maar ja, het team is heel erg gegroeid. Het is een echt team. Ze spelen allemaal voor elkaar en daarom zijn we ook zo ver gekomen. En dat ga jij dan verlaten? Ja, spijtig genoeg. Mijn laatste jaar, ja. Hoe komt het? Ja, kindje, niet combineren. Maar ik kan nog altijd wel mij inzetten voor AKC, maar dan bij de allerkleinste is maar 1 keer per week, dus dat valt beter te combineren. Maar als er iets uit de nood zou moeten geholpen worden, zal ik er altijd wel zijn hoor. Wat brengt dat bij jou teweeg, wetende naast de lijn staan, laatste wedstrijd? Oh, ik heb het tegen mijn vriendinnen ook nog gezegd, de laatste keer spannend. Ik zou heel graag die titel nog de laatste keer voor mooi in schoonheid af te sluiten en het is gebeurd. Emotioneel? Ja, toch wel. Ik was iets zenuwachtiger dan anders en het is toch leuker dat je wint om zo af te sluiten. Dikke proficiat en veel plezier met je kindje. Wauw, dank je.